NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door... Credion, ondernemend in krediet voor ondernemers. Je hebt al een hele historie in het betaald voetbal. Onder meer bij Ajax, 4 jaar. Wat heb je nog met Ajax? Het blijft een mooie club. Veel prijzen gehaald. Hoop jongens die ik daarvan nog ken. Niet echt meer spreek, maar het is wel leuk dat je ziet dat die jongens het halen. Maar je wil je er zelf ook wel een keer aan ruiken. Daarna naar Feyenoord, Omniworld en toen bij NAC. Vorig jaar bij Jong NAC en nu ook bij het eerste. Ja, bevalt goed. Niveau is leuk en of leuk, je leert een hoop. Je merkt dat de spelers om je heen veel beter zijn. Waardoor je zelf ook een stapje harder moet werken. Hoe staat de groep ervoor? Ja, wel goed. We hebben veel punten, weinig geblesseerden. En die jongens die geblesseerd zijn, gaat het ook goed mee. Dus volgens mij staat er heel erg goed op. Ja, dan hebben we Zoetebier die geopereerd moet worden. We hebben Edwin de Graaf. En... Dat geef je maar mij. Ja. Edwin Victor Sikora, die je bedoelt. Ja. Ja. En daar gaat het goed mee. Ja, die komen dichtbij. Ja, Edwin Zoetebier dus niet. Maar... En Ronnie Stam is ziek. Is de kans dat hij beter is voor zondag? Ja, ik weet niet. Hij heeft vanmorgen gebeld. Ernie had hem aan de lijn gehad. En het is even afwachten. Morgen nog een dag. En vandaag de hele dag nog. Dus het is even afwachten. En anders de vervanger die er dan staat, die zal het ook moeten laten zien. Wat vind je van het huidige Ajax? Hè? Ja, een hele jonge ploeg. Gemiddelde leeftijd geloof ik 22,5 jaar. Dus dat zegt al genoeg. Ja, dat ze bovenaan staan, dat zegt voldoende over de kwaliteiten die ze hebben. Er zit heel veel voetbal in. Is het ook degelijk? Ja, het is degelijk. Ik denk onder Adi Koster dat ze wat realistisch zijn gaan voetballen. En ze zijn voorin natuurlijk met Loeken en Suarez, met Huntelaar, die zich veel laat zakken vanuit de spits. Ja, zijn ze gevaarlijk. Er is wat meer rust, heb ik de indruk. Ik denk dat Adrie toch een persoon is die op een hele rustige manier met die jongens omgaat. Geeft heel veel vertrouwen, geeft heel veel jonge jongens een kans. En voor hetgeen zoals wij daar van de buitenaf tegenaan kunnen kijken, zie je dat eigenlijk best wel terug. Qua voetbal? Nou, ik vind dat ze hebben nog niet verloren en ze staan bovenaan. Dus dat is toch hartstikke goed. En ook onder Adrie presteren ze heel erg goed. Maar ik vind niet dat het heel erg stabiel is. Nou, ik denk dat wij, zeker gezien de laatste wedstrijden, als we onze laatste 10 wedstrijden bekijken, spelen wij degelijk vanuit een goede organisatie. We hebben toch een goede serie neergezet. En ik denk dat dit de eerste keer in het NAC bestaan is dat we kunnen zeggen van we gaan met heel veel vertrouwen naar Ajax toe. Dus je hebt het geloof dat je dan een goed resultaat kunt weghalen? Ja, zeker weten. We weten waar we op moeten letten voor hun kwaliteit. Maar we hebben ook heel goed voorbereid dat wij hun pijn gaan doen. Wat moet je doen om daar met een goed resultaat weg te komen? Nou, je moet sowieso heel geconcentreerd spelen. Ze hebben voorin natuurlijk een paar jongens lopen die op heel eigen wijze individuele kwaliteit hebben. Maar ze hebben ook een aantal jongens voorin die ook niet meedoen als ze moeten verdedigen. En dan moet je goed uit kunnen spelen. En dat kunnen wij.